Wij pleiten natuurlijk al jaren voor een immigratiestop en al helemaal een asielstop natuurlijk, want. De ongehoorde aantallen mensen die hier nu naartoe komen... waarvan ze zeggen, het is tijdelijk, nou, nu hebben we het alweer permanent... we moeten voorsorteren op dat ze toch blijven, ook over de Oekraïners en zo. Ja, we zijn toch de enige partij die daarvan zegt, dit moeten we niet willen. De consequentie is dat Nederlanders geen huizen kunnen krijgen... dat starters geen huizen kunnen kopen, dat de prijzen door het dak gaan. Um, ja, niemand lijkt dat, dat lijkt niet door te dringen. En um, de enige oplossing is stop met die immigratie... en er zullen ook gewoon mensen weg moeten. Ja, dus eigenlijk twee dingen: stoppen met immigratie en dan aan, ik denk, remigratie is dan een beetje waar je op voor sorteert. Dan zullen ja. er ook mensen zijn die hier naar kijken en zeggen: ja, maar we zitten in de Europese Unie, we hebben al die verdragen, dus ook al zouden wij dat wel willen, we zitten eigenlijk met handen en voeten gebonden en dat gaat niet lukken. Wat zouden we tegen die mensen moeten zeggen, volgens jou? Ja, daar kun je meerdere dingen over zeggen. Eén, de remigratieregeling bestaat natuurlijk al. Uh, en dus. Daar kunnen mensen al van gebruik maken, want dat kunnen we aantrekkelijker maken. Um, en twee, over de immigratiestop. Ja, je zit in die Europese Unie. Dat is natuurlijk een probleem. En ik denk dat het voor heel veel mensen duidelijk moet worden dat de Europese Unie ons dwingt tot heel veel verschillende dingen. Dus tot het opnemen van ongehoorde aantallen mensen, tot al dat klimaatbeleid waar we het natuurlijk ook over hebben. Um, tot het, 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 de enorme inflatie als gevolg van het bijdrukprogramma van de ECB, waardoor alles duurder wordt. Ja, we zullen gewoon uiteindelijk uit de Europese Unie moeten als we weer controle willen over ons eigen, ons eigen land.